Surinamers reageren eeuwenoude frustraties van kolonialisme en onderdrukking af op elkaar. Beschuldigen elkaar. Verweten elkaar. Wantrouwen elkaar. Weten niet waar ze het moeten zoeken. Zo hebben zij het gewild. Dat waren enkele regels uit de eerste gedichtenbundel getiteld Bezinning en Strijd, geschreven door de bekende dichter Alphonsius Maria Levens. Collega's, familie, kennissen en vrienden hebben gisteren tijdens de crematie van de Surinaamse dichter en schrijver hun laatste eerbetoon bewezen. Proza schrijver en voorzitter van schrijversgroep 77, Robbie Rapa Parabirsing, die jarenlang lief en leed met Levens heeft mogen delen in de organisatie, zegt dat zijn kritische houding heeft gezorgd voor het leveren van kwalitatieve levenslessen door middel van het dichten. De komende generatie kan veel leren uit het werk van Levens, meent Rapa. Maar hij kon ook heel goed tegen kritiek. Als er reacties waren op zijn gedichten, Alphons, kun je niet een beetje letten op je rijmen, kun je niet letten op stroomverdeling en overloop en metrum en redacten. Hij nam dat echt met genoegen. Hij ging daar niet tegenin. Soms met praktijk, dat wordt hij van zei, wat hoeft hij met me te doen? Dan hij schreef niks, maar ze had mooi commentaar, maar zij schreef. Nee, hij vond dat juist goed. Voorbeeld voor anderen die kritiek zien als een aanval op hun macho of macha. De dichter heeft binnen de schrijversgroep 77 verschillende bestuurlijke rollen vervuld. Vanuit deze functies wist hij de positie van de Surinaamse schrijvers binnen de gemeenschap te bevorderen. Levens overleed op 2 maart. Ter nagedachtenis aan zijn werk organiseerde de schrijversgroep op 8 maart de ode aan Alphons Levens in Torrio Osso aan de Frederbystraat.